heel erg spannend. Als ik alle deelnemers spreek en die paar die in de top van het klassement zijn, zo'n hoge competitie hebben we nog niet gehad. We zijn niet bezig geweest met eindresultaten, we zijn niet bezig geweest met medailles. We hebben ons alleen maar gefocust op wat er op dat water gebeurde en wat we daarmee konden. Pot voor pot varen. Meer niet. We gingen niet voor een medaille. Je weet altijd wel dat het erin zit. Het kan. Toen we over de lijn kwamen de laatste wedstrijd, wisten we nog helemaal niks eigenlijk. Toen we de haven naderden, zagen we in één keer een hele grote rood-wit-blauwe vlag. Toen hadden we zo'n idee van, nou, dat zou toch wel eens werkelijkheid kunnen zijn. Het is dubbel gevoel omdat aan de ene kant blij met een medaille en aan de andere kant natuurlijk hadden we een ander resultaat voor ogen en dat is niet goed, dat is niet uitgepakt. En hoe de wedstrijden verliepen voor ons, kan je natuurlijk zeggen, een mooie wedstrijd kan je ook verliezen, maar voor ons was het een slechte wedstrijd en we hebben toch een prijs. Jee, daar hangt hij. Ja, inderdaad, daar hangt hij. Alle drie zelfs. Zo? Is hij zwaar? Hij is heel zwaar. We hadden het er net over, misschien hebben we morgen wel extra fysio nodig. We hadden nooit gedacht dat ze zo zouden domineren. Eigenlijk de afgelopen periode is het altijd heel spannend geweest voor alle plekken. En nu ze hebben gewoon de helft van de punten van de nummer 2. Het is echt ongelooflijk goed. Jij bent geflikt, en tenminste zo komt het bij mij. Ik praat voor mezelf, maar ik was echt trots en blij dat ik daar stond.